Hoi allemaal, ik ben vandaag weer op stal en dit is weer het begin van een nieuwe weekvlog. En ik vind het heel erg leuk dat je eigenlijk weer op deze video hebt geklikt. En ik ga vandaag weer lekker rijden en het is eigenlijk best wel lekker warm. Dus ik ga je vandaag weer lekker meenemen en ik heb als het goed is vandaag ook weer lekker iemand om te filmen. Dus vergeet niet nog hieronder op dat rode knopje te abonneren, want dat zou ik gewoon super leuk vinden als je dat doet. En dat duimpje omhoog te doen en dan gaan we gauw lekker beginnen. Zo, ik heb King net gepoetst en King zit nu heel erg in die fase dat hij zo heel stoffig is. Ik ga het even proberen te laten zien. Als je dan zo doet, de camera valt niet goed op, maar dan zie je, dus als je dan gaat poetsen, er komt de hele tijd heel veel stof vanaf. Maar ja, daar zitten we nu dus heel erg in. En wat ik jullie ook nog wil laten zien is, King had hier best wel een lelijk wondje en daar zijn weer paardjes op aan het groeien. En daar ben ik echt super blij mee. En nu gaan wij even lekker opzadelen en rijden. Oh, kijk die gespiedels. Yes! Oh my god, kijk jongens. Dit is een wonder. Hij is echt de hele tijd aan het liggen. Ik twijfelde of ik mijn kabel was pakken. Ik dacht, ik ga het gewoon doen en hij doet het gewoon nog steeds. Zo, was lekker hè? Zo, gaan we met het goede kantje weer terugleggen. Dat vindt het blijkbaar best een leuk kantje. Zo meteen weer. Ja, gaan we doen hè. Eerst even op zadel, dat was weer bezig. Toen ging ik hier het zadel weg, ook dacht ik, eens even kijken wat hij daarmee doet. Met Rolly? Ja. Raki, met zadel. Ik heb het weer super scheef, as usual. Nee, die kant op. Maar ik word hier gek aangevallen door vliegen. Dat is echt niet normaal. Het rijden ging vandaag niet zo goed. Hij was echt heel schrikachtig. Rennen, springen, spurten. Dus het was eigenlijk niet zo fijn. Maar op sommige stukjes natuurlijk ook wel. Maar het was gewoon ook wat lastig in de aanleuning. Maar voor de rest ging het wel goed gelukkig. Alleen ja, hij ging gewoon veel rennen. En nu ben ik een beetje aan het uitstappen. Kijk, nou, dat is heel tijd doet hij zo die kop zo gek. Hoofd, sorry. Ik ga even uitstappen en dan zien jullie mij zo meteen weer. Hallo, het is vandaag woensdag. King is heel druk, want hij staat natuurlijk even alleen nu. Ik heb hem net van de wei afgehaald. En het is vandaag opeens super warm. Vanochtend fiets ik nog in een dun truitje naar school met mijn jas aan. En nu sta ik hier als een of andere gek te zweten. Dus ik weet niet zo goed wat ik ga doen. Dat heb ik eigenlijk best wel vaak. Want zaterdag had ik natuurlijk ook al, toen wist ik het ook niet zo goed.
Ik ga even kijken wat ik ga doen. Oké, het is eigenlijk echt super heet. En ik heb net even gepoetst deze knapperd. Show Binky. En ik had aan te denken wat ik wel kan doen. Is dat ik even kijk of ik misschien van iemand een barrackpad mag lenen. Of, dat denk ik dat ik ga doen. Dat ik eventjes een dekje pak. Daarover in een bondje doe en dan een logeersingel om. En dan ga ik even zonder zadel een beetje hobbelen. Nou ben ik natuurlijk niet de allerbeste doorzitter. En hij gooit vet hoog op. Maar zoals je ziet is hier, hij heeft een super hoge schoft. Oh, een beetje overdicht. Maar het is natuurlijk heel hoog. Dus als je een jongetje bent, maar ook als je een meisje bent, moet je wel zachtjes zijn. Dus vandaar dat ik dat eronder doe. En natuurlijk voor zijn rug. Maar ik wil het wel even een keer proberen. Dus ik denk dat ik dat lekker ga doen. En dan kan ik ook lekker mijn schoentjes aanhouden. En dat gaan we doen vandaag. Ik ga natuurlijk nu wel binnenrijden, want ja, net als gisteren was het natuurlijk best wel druk zoals ik jullie vertelde. En dan heb ik liever dat ik nu even veilig binnenrij. Ik doe natuurlijk wel gewoon mijn cap op en zo, maar ja, dan heeft hij minder kans om te schrikken. En dat vind ik iets fijner als ik zeg maar zonder wat extra grip zit, zeg maar. Het staat er volgens mij net een stukje niet op. Ik viel er echt bijna vanaf. King die maakte even een noodstop. Was best wel grappig. Dit is trouwens alleen niet zo comfy. De volgende keer ga ik even voor een bear backpack zorgen. Want niet zo fijn dit. Oké, ik moest je zeggen dat ik dit eigenlijk best wel cool vind. King is even een standbeeld geworden. Het is echt pas de derde keer dat ik dit doe. Dus sorry als jullie denken, Brit, je kan echt niet rijden met dit. Het is pas de derde keer in mijn hele leven dat ik dit doe. En dat komt eigenlijk doordat King dus zo'n hoge schoft heeft en zo hoog opgooit. Daarom heb ik dus ook extra nog dat bondje eronder zitten. Ik wil gewoon dat het voor hem wel heel comfortabel is. Het is ondertussen super heet, dus ik ga echt niet meer te lang verder. Ik doe het natuurlijk nog een galopje links om en rechts om en dan ben ik alweer klaar. Want het is er veel te warm voor. Maar ik vind het wel echt super leuk om te doen. Dus ja, ik geniet er wel heel erg van. Zo jongens, oh, ik heb het zo warm. En eigenlijk ben ik helemaal niet zo... Ik ben 13 minuten gereden. Allebei hebben het zo warm. Maar eigenlijk vind ik dat helemaal niet erg als we... Maar ze kort hebben gedaan. Het ging goed. Een goede afsluiter. Ik ben vies. Ik heb ondertussen wel iets van 2 of 3 dagen ondertussen weer op King doodgeslagen. Maar ik ben echt super blij hoe het is gegaan. Ik vind het zo leuk. Dus voor de eerste keer gaan we wel echt even een bearpad regelen eerst volgende keer. Dit is gewoon, zit niet zo lekker voor mij. En ik voor hem ook niet zo. Dus ja, ik vond het weer wel echt leuk. Ik ga nu King even samen uitstappen. Ik wil heel graag deze cap van mijn hoofd. En hij waarschijnlijk ook wel dat ding. Dus dat gaan we nu even doen. Hè? Nee, nee, je bent laat. Oh, druktemakertje. Nou, ik ga King nu even afspoelen. En dan een lekkere zandlaag erop plakken. En kijk, mijn gezicht glimt helemaal van het zweet.
Het is geen highlight, jongens, eigenlijk niet. Maar ik ga even afspoelen. En dan een laagje zand, zoals ik net zei. Want als daar een beest op gaat zitten, dan kunnen ze niks doen natuurlijk. Want dan denken ze, hé, dit is een gekke ondergrond. Nou, weer even mijn dagelijks tafereel filmen. Nee, toch niet daar. Toch geen lekker plekje. De onderkant van zijn buik is nog droog. Maar je gaat er niet kunnen omrollen, jongen. We hebben er nog niet zo slim over nagedacht. Puipie. Ja, ik ga snel naar achter. Ja? Nou, ik ben op stal en er is iets super vet gebeurd. Ik ga het jullie weer lekker niet laten zien. Maar het is heel gaaf. En ik vind het wel wat, hè? Maar eigenlijk zo. Ik ben heel benieuwd hoe het er straks helemaal natuurlijk uit gaat zien. En ik ben ook op stal natuurlijk, dat hadden jullie al gezien. Ik ga denk ik vandaag lekker een stukje springen. Een beetje kijken wat we gaan doen vandaag. Gewoon een beetje hobbelen. Het is super lekker weer. Het is niet te warm en niet te koud. Dus ik ga Kingie van de wei afhalen. En gaan we lekker beginnen. Nou, change of plans. Ik ga lekker een beetje vrij springen met King vandaag. En ik heb hem wel eerst even aan de logeerlijn gedaan. Hij heeft wel zijn beenbeschermers om, want ik heb hem al gepoet. Maar ja, dat gaan we dus vandaag even doen. Ik dacht, ja, misschien wel leuk voor de afwisseling weer een keer. En dan kunnen jullie zien hoe heet King wordt hiermee. En dat je daar dus wel goed mee op moet passen, ondanks zijn leeftijd. En King is over 2 weken ongeveer jarig. En dan gaan we natuurlijk groot vieren. Ik heb al heel veel leuke ideeën. Dus dat gaat zeker goed komen. Nu gaan we eventjes instappen. En dan moet ik er even wat balken verplaatsen. En dan gaan we lekker beginnen. Elke keer zijn we hier zo een rondje aan het draaien. Maar hier maakt hij elke keer een noodstop. Kom. 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 Goed zo. Nee, nee, nee. Ja. Bijna. Ja. Let op. Draf. Kom. 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 Hier, ik moet zelf... Oh, ja. Zie je, dan krijg je altijd dit. Gaat hij weer stoppen? Nee. Yeah. Nog een keer. Change of plans. Draf. We gaan een beetje dit doen. Die sprongetjes maken zijn echt heftig. Dus zo jongens, ik ben helemaal buiten adem. Ik heb gewoon echt geen conditie of zo. Wat een ramp zeg. Jongens, ik heb het zo warm. het zag er volgens mij echt heel grappig uit om te doen. Of om te zien bedoel ik. Te doen was ook grappig, alleen het is hier echt heel warm voor. Maar ja, het is wel heel grappig en het was wel even leuk om te doen. Ik heb King ondertussen even in de stapmode gezet. Hier is hij heel druk aan het doen. Kwam zijn hoofd omhoog. Maar hij moet natuurlijk even uitstappen en ik wilde even zitten, want het zag er, dat hij twee keer gewoon, dat de eerste keer dacht ik ga gewoon stilstaan en de tweede keer dacht hij gewoon van ik ga er gewoon lekker langs. Dat vond ik echt grappig. En ja, ik weet niet zo goed wat ik nu nog ga doen. Gekke, heb je vakantie
En dan denk je, nou, ik ga echt heel veel doen. Maar wat ik wel heel leuk vind, is nu Frans. Ik kan ook heel veel video's opnemen. En ik heb al heel veel mensen die met mij mee willen en zo. Dus dat vind ik wel echt super leuk. En ik word ook zo'n beetje gek van vliegjes hier zo. Dus ik zie jullie zo weer. Ik weet wat hij eng vindt. Er gaan een aantal van deze stokken. Kijk, ik zal het even inzoomen. Deze, stokken dingen, zoals je noemt. Die gaan heel te langs blaartjes. En King vindt het dan eng als die blaartjes heel de tijd terugdeinzen. Dus dan vindt hij het vooral daar waar hij nu loopt, vindt hij heel spannend. En ik vind dat heel, heel grappig. Oh, hij moet poepie doen. Ah. Dat doet hij nou ook, oh, King. Loop door, jongen. Ja, loop een poepie doen kan jij. Ah. Goed zo, jongen. Zo, dat is er ook weer uit. De stapmolen is weer rijkelijk gevuld. En King is weer lekker leeg. Zie je, dan gaat hij gelijk heel snel stappen. Een stukje draven. Oh, de zon is gekomen, jongens. Dit vind ik echt heel lekker. Nou, King, loop jij nog maar even een paar rondjes, hoor, jongen. Wat ik dus zo grappig vind, om gewoon de hele tijd aan de kant van de stapmolen te zitten. King had net dus zo'n dikke pluk aan de zijkant gepakt en liep hij de hele tijd mee te schudden. Ik was natuurlijk weer net weer te laat met mijn telefoon pakken. Maar ja, het is gewoon super grappig hoe hij dat elke keer doet. Hij vermaakt zichzelf wel, hoor, in die stapmolen. We gaan nu, ga ik hem eruit halen. Ik vind het wel weer genoeg geweest eigenlijk. Hé, jongen. Ja, klaar hè? Ja. Zo, King staat lekker op stal. En ik ga denk ik deze video eigenlijk een beetje afsluiten. Ik vind het heel cool hoe ze daar eigenlijk allemaal bezig zijn met de verbouwing. En dat vind ik altijd gewoon heel leuk om te zien. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe ik dit binnenkort allemaal aan jullie kan laten zien. En ja, dat vind ik gewoon echt super leuk. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze week vlog. En vergeet natuurlijk niet nog hieronder te abonneren op de rode knop. Dat zou ik echt super leuk vinden. En een duimpje omhoog te doen. En dat zie ik graag de volgende keer weer. Doei!